18 jaar geleden hebben de gemeente Varna, de stad Varna en de stad Dordrecht besloten om een soort vriendschapsband aan te gaan. Dat is ook ondertekend vervolgens door de gemeenteraad, door de burgemeesters. En dat betekent dat ze zijn gaan samenwerken op allerlei verschillende gebieden. En de gemeente heeft op het moment dat die stedenband is aangegaan in 2001 gezegd, dat vinden we heel leuk. Maar we willen niet dat het alleen iets wordt van ambtenaren, raadsleden, wethouders, etc. We willen heel graag de hele stad erbij betrekken. En daarom vinden we het fijn als er een stichting komt die de stedenband ondersteunt en die ervoor zorgt dat de hele Dordtse samenleving bij de stedenband betrokken wordt. Eén ding wat Dordrecht en Varna in ieder geval met elkaar gemeen hebben, is dat het allebei havensteden zijn. Steden aan het water, je zei het al. Varna ligt aan de Zwarte Zee. Nou ja, Dordrecht heeft natuurlijk, is omringd door rivieren en heeft een open verbinding met Rotterdam. Dus daar zie je al een vorm van samenwerking die eigenlijk ook al zeg maar, bestond voordat onze stedenband bestond. Op het gebied van schepenbouw en alles wat daaromheen valt. Dus bijvoorbeeld een aantal grote bedrijven, niet alleen uit Dordrecht, maar uit de Drechtstedenregio. Royal ISC, Dutch Dredging, De Boer, baggerbedrijf, werken bijvoorbeeld samen met de scheepswerf hier van Dolphin voor het bouwen van schepen. Dus dat is een manier waarop de samenwerking vorm krijgt. Wij zijn de enige stad in Nederland die een stedenband heeft met een stad in Bulgarije. Dus we hebben echt de warme aandacht zowel van de Bulgaarse ambassade in Nederland als ook de Nederlandse ambassade in Bulgarije. Dat opent heel veel deuren en dat zorgt er ook voor dat bedrijven eerder geïnteresseerd raken in die samenwerking. De eerste stappen van de stedenband waren vooral op cultureel gebied. Uitwisseling tussen kunstenaars, poppentheater hier en in Dordrecht waarin uitgewisseld werd. Er is ook al heel snel een onderwijsuitwisseling bijgekomen. We hebben eerder dit jaar hebben we ook een onderwijsdelegatie in Dordrecht mogen ontvangen van scholen uit Varna. En dat is iedere keer ook om over en weer inspiratie op te doen en te kijken van nou ja, hoe werkt het onderwijs nou in Varna en in Dordrecht en wat kan je daarin van elkaar leren? Kunst, cultuur, onderwijs, economie hebben we gehad. Nou ja, meer sociaal-maatschappelijk ook. We hebben in het verleden onder andere een kinder... Ja, ik geloof dat het een kleuterschool of een kinderdagverblijf was, Evrini. Voor Roma-kinderen was dat, hebben we ondersteund. We hebben een aantal jaren ook een dagopvang voor jongvolwassenen met een beperking ondersteund. Dat heet Villa Riviera. Nou, die heeft uit die steun zoveel gehaald dat ze inmiddels onze steun niet meer nodig hebben, maar we houden wel contact. En op dit moment ondersteunen we een centrum voor kinderen met een beperking net buiten Varna. Dus dat is ook het sociaal-maatschappelijke. En tot nu toe bestaat de steun met name uit praktische steun bij het helpen aanpassen van de woning aan de wensen en benodigdheden van de kinderen. Maar bij ons vorige bezoek in mei, hebben de Leidsters ook aangegeven, nou, we zouden het ook ontzettend interessant vinden om echt met een organisatie in Dordrecht die met een vergelijkbare doelgroep werkt, ook te gaan uitwisselen over nou, hoe pak je de dingen nou aan. Dus wij hopen dat we het komende jaar daar ook wat meer handen en voeten aan kunnen gaan geven. Sport is ook iets wat wel typisch bij zo'n stedenbanduitwisseling hoort. Nou, in dit geval is het zo dat vorig jaar een Bulgaarse zwemkampioen, Pieter Stoichev, die heeft meegedaan aan de Swim to Fight Cancer in Dordrecht. Na afloop van het event hebben wij hem geïnterviewd vanuit de stedenband en daarin gaf hij aan dat hij het heel leuk zou vinden als er in Bulgarije ook wat meer zwemevents zouden komen met een goed doel. Want dat is hier veel minder gebruikelijk. Dat past niet helemaal bij de Bulgaarse, nou ja, ik wil niet zeggen dat het past niet, maar het zijn ze gewoon niet gewend, niet een traditie. En toen is bij ons een beetje dat gaan broeien. En er is hier een zwemmarathon die al dit jaar voor de 79ste keer plaatsvindt. Dus er is hier een jaarlijks zwemevent, net zoals bij ons. En dat heeft geen goed doel. Maar wij ondersteunen, zoals ik al zei, een tehuis voor kinderen met een beperking. En we hebben zelf gezegd, nou, laten we dan er een zwemuitwisseling van maken waarbij een aantal mensen uit Dordrecht hier gaat zwemmen voor dat goede doel. En dan kijken we wel of er wellicht ook wat Bulgaren zijn die daarbij willen aanhaken. En dan maken we zo een soort van beginnetje van wel zwemmen voor een goed doel hier in Bulgarije. Wij zwemmen hier voor Topoli, voor dat kinderthuis. En aan het einde van de maand, hè, 31 augustus is de Swim to Fight Cancer in Dordrecht. Dan doen er twee Bulgaren, de winnaars van morgen, die doen dan mee in Dordrecht aan de City Swim. Maar voor het zover is, moet er eerst gezwommen worden in het Bulgaarse water.
En daar begint Niels Hatsman vandaag mee. Hij maakt zich op voor de 1 kilometer lange tocht. Eigenlijk een soort oefenrondje voor de echte race van morgen. Je staat in de rij, want je moet gekeurd worden, begrijp ik. Ja, volgens mij kijken ze of je niet al te erg stuk bent. Om te voorkomen dat mensen verzuiken, want dat is natuurlijk wel fijn. Ja. Want ja, je gaat hier zwemmen in de Zwarte Zee. Ja, van ongeveer 1 kilometer. En ja, het water is echt hartstikke kraakhelder. Weinig golfslag, dus ik denk ideale condities. Ja, lekker temperatuurtje. Ja. Nou, dat weet ik nog niet, dat maken we zo meteen mee. Nou, hier op het strand in ieder geval wel. Het zweet dat loopt al langs mijn lijf in ieder geval. Nou, Bulgarije is ook een top vakantieoord. Ja. En ik zie, ja, Nienk, jij staat ook in de rij. Jij ging toch de 5 kilometer zwemmen? Ja, dat klopt. Dat ga ik morgen doen, maar ik wil even kijken hoe het water is. En kan ik vandaag mooi testen. Een proefzwem. Ja, klopt. Ja. En dat is 1 kilometer, hè, is dit? Dat is 1 kilometer, dus nou, als dat vandaag lekker loopt, dan heb ik nog weer wat extra vertrouwen voor morgen voor de 5. Ja. Dit is geen wedstrijd, hè? Nee, dit is gewoon eigenlijk meer een soort van gezelligheidsevent. Ze noemen het 1000 keer 1000. Dus de ambitie is dat er 1000 mensen 1 kilometer gaan zwemmen. Ik heb begrepen dat dat de afgelopen jaren nog niet gelukt is om er echt 1000 te laten zijn, maar zoveel mogelijk mensen. Ja. Ja, hoe heb je nou op voorbereid op zo'n kilometer zwemmen in de open zee? Nou, we hebben heel veel van het wandtij gezwommen, tegen de stroom in. Natuurlijk afgelopen week nog met voorbereiding voor de City Swim. Daar doen we ook allebei aan mee. En wat we hebben gedaan is gewoon veel langere afstanden zwemmen. Als dat makkelijk gaat, nou ja, dan hoop je dat die kilometer hier dat ook wel lukt. In zout water, hè? Dat is eigenlijk het grootste verschil. En ja, misschien wat meer golfslag. Ja, golfslag bijna niks op het moment. Maar het zoute water is natuurlijk helemaal anders. Ik ben heel benieuwd. Moet je niet te veel binnenkrijgen? Ik denk dat dat niet zo lekker is, nee. Nee. In het wandtij zeggen we wel eens, je proeft de biesbos. Maar dat was ik hier toch niet van plan. Omdat ze in Bulgarije nu eenmaal vooral Bulgaars spreken, krijgen we hulp van een bijzondere Dordtse. Marina is geboren in Varna en woonde er tot haar 21ste. De strand, kwam je hier vroeger nou als jonge meid? Ja, hier wat vaker, maar eigenlijk een stukje verderop nog veel meer. Waar morgen de zwemmarathon eindigt, ja, dat is eigenlijk mijn vaste stekkie geweest als kind. Ja. Klopt. Is het nou veel veranderd in de loop der jaren? Er is veel gebouwd, er zijn heel veel restaurantjes en uitgangsgelegenheden gekomen. Meer dan 20 jaar terug, absoluut. Zeker weten. Ja, ja. Hoe is het gesteld met de ontwikkelingen van Bulgarije en van Varna? Economische ontwikkelingen? In de zomer denk ik hartstikke goed, want het is een toeristische plekje. Dus hier komen heel veel mensen vakantie vieren. Maar in de winter is het wel heel stil. Dus dan merk je dat er nog toch veel meer bedrijvigheid nodig is. Dus ik denk dat er nog meer mogelijkheden zijn voor de stad. Worden jullie nog wereldberoemd hier in Varna, geloof ik? Is dit de lokale televisie waardoor jullie geïnterviewd zijn? Wat waren de vragen die ze stelden? Wat wilden ze weten? Ze wilden weten wie we waren en waarom we hier meedoen. Ja. Nou, dat is duidelijk waarom jullie zijn, want we zijn hier ook voor een goed doel, hè? Dat klopt, ja voor het Centrum voor Kinderen met een Beperking in Topoli, net buiten Varna. Ja. En niet alleen wij trouwens, er zijn hier ook nog 4 Bulgaarse zwemmers die vandaag en morgen ook meezwemmen voor datzelfde doel. Ja, morgen is het natuurlijk echt die day, hè? Ja. Ja, is wel spannend. Ja, Niels, jij staat er een beetje bij te kijken van, ja, dat doe ik dus niet aan mee morgen. Ja, nou ja, wat ik zei, je moet je eigen teleurstelling niet organiseren. Ja. Ik spring in voor Marielle Storm, die helaas de arm gebroken heeft met een wielrenongeluk. Mijn training is op niveau voor 1 kilometer in de zee. Maar als ik 5 kilometer ga zwemmen, dan krijgt de organisatie heel veel werk. Ja. Dus ik probeer hier je wilt ook geen risico te nemen. Nee, dat is waar. Nou ja, een beetje verstandig zijn. Een hele oude deelnemer, hè, van de 5 kilometer. Ik ga het zo eventjes vragen hoe oud hij precies is, maar ik begreep dat je al 15 jaar meedoet aan die 5 kilometer inderdaad. Ja. Ik vraag het eventjes nu. Dan koop ik het in hier. Ja, soms ik dat zijn voor 70 jaar oud is hij. 70 jaar? 70 jaar. En hoeveel keer heeft hij al meegedaan? Holandia, Holanda, на реката Суис.
16 jaar in deze, maar hij doet ook mee met heel veel internationale marathons. En in Nederland is hij ook een paar keer. Ik stond Hollanda. Dat klopt, in Nederland is hij ook een paar keer geweest, dat klopt, ja. Maar waar heeft hij toen gezwommen in Nederland? Ik heb dit ook zo'n schoen, die is er nog wel eens. Sluis. Sluis. Bij de sluizen, sluis, denk ik. Sluis. Ja. Sluis. Ja, sluis. In Zeeland is dat, Zeeuws-Vlaanderen. Zeeland, ja. Deze meneer, hij is geen Bulgaar, hè? Hij komt oorspronkelijk uit Macedonië, denk ik. Maar zal ik het even checken voor de zekerheid? Ja, ja. Macedonië? Ja, hij woont in Macedonië, maar hij komt elk jaar hier speciaal voor de 5 kilometer, voor de 5 kilometer, voor die marathon. Nou, we wensen hem heel veel succes morgen. Nog een spekje gelijk, maar zo. Niels, wat gaat nu gebeuren, hè? Ja, we gaan zo zwemmen. Lekker in het water. Even de laatste aanwijzingen. Ja. Gelukkig versta ik heel goed Bulgaars, dus ik volg dat uitstekend. Maar je hebt een zwembondje bij, gelukkig. Ja, maar nou, als je in Nederland in het open water zwemt, dan zwem je met zo'n ding. Dus ik ben daar... En je bent echt een Nederlander? Ja, ik heb nog net geen klomp aan. Succes! Dank je wel. De jongeren zijn eerst vertrokken. Ja, klopt. De kinderen eerst, ja. Maar die zijn allemaal van zwemclubs, dus die zwemmen sneller dan wij. Zo, je hebt het volbracht. Yes. Hoe was het? Water is ontzettend lekker. Alleen wel heel zout. En de golfslag hier bij de kust is best wel heftig. Vooral het laatste stukje terug. Dus je moet heel goed de kant op ademen waar de golven niet zijn. Anders krijg je heel veel zout water binnen. Ja, klopt. Maar dat is een goede oefening voor morgen. Ja, was dit een goede generale repetitie? Ja, zeker. Want ik weet nou in ieder geval hoe het water is. En nou ja. Ik heb niet helemaal rustig aangemaakt, maar wel een beetje. En ik weet gewoon dat ik morgen nog rustiger moet zwemmen, want ik moet er natuurlijk 4 keer zo lang voor houden. Dus ja, 5 keer. Dit is 20%, hè? Dit is maar 20%, ja. 5 keer zo lang dus. Pittig morgen, maar goed. We gaan het gewoon doen. Niels, heb je het heel eind gelopen, joh? Nou, het laatste stukje was door de branding zwemmen. En op een gegeven moment werd het zo ondiep, dat vanaf die boei was het eigenlijk ten einde. En kon je lopen, maar dit is zoiets als dwars op het golfslagbad van Scheveningen zwemmen. Was het zwaar, ja? Nou, ik was er wel druk mee. En als je dan in de zee ligt en je ziet, het water is kraakhelder. Je ziet van alles onder je bewegen, dat is hartstikke mooi. En ja, dan ben je verder wel druk met zwemmen. Veel water binnengekregen, zout water. Wel wat, maar dan leer je heel snel af. Je leert wel bij de eerste golf om je mond dicht te houden. Hoor je het, Nienke? Ja, ik heb het gehoord. Maar we kunnen het water allebei goed gebruiken. Hey, maar dit is lekker zwemmen, joh. Oh, wauw. Ja, mooi. Wat is er nou zo lekker aan in een zoute zee zwemmen? Ja. Met allemaal golven om je heen. En... Ja, ja, en allemaal rare beesten onder je. En, wow. Nou, het is de temperatuur waarop ik thuis mijn bad doe, zeg maar. Ja, het zwemmen, als je eenmaal aan het bewegen bent, en je komt eenmaal in beweging en je lijf begint te werken, dat is heerlijk. En zwemmen natuurlijk voor een goed doel, maar je hebt natuurlijk ook je eigen goede doel. En dat is een beetje voor de lichaam zorgen. In de hoop dat het dan ook goed voor mij zorgt. En een klein beetje sporten, ook al is het een kilometer, dat helpt dan denk ik. En dat maakt het lekker. Jij kan zeggen, het is volbracht. Ja,
Dankjewel. Jij nog niet, Nienke. Jij moet morgen maar echt aan de bak. Ja, dat klopt. 5 keer zo lang. Ja, het gaat wel lukken, maar ik moet gewoon echt rustig zwemmen. Ja. De tijd naar bed, goed eten. Zeker. Vanavond heel erg op tijd naar bed, inderdaad goed eten. Van mijn trainer en mijn fysiotherapeut horen gekregen langzame koolhydraten. En voor de rest vooral gezond. Succes. Dank je. Zo, het is nu zondagmorgen al heel vroeg, uurtje of 9 is het geweest. En we staan hier op het strand waar het allemaal gaat gebeuren, de 5 kilometer tocht, Marina. Ja. Ja, dit is de plaats waar het allemaal gaat plaatsvinden, ja, de marathon zwemtocht. Ja, het is echt prachtig. Het weer ziet er ook wel goed uit. Dit is als Perugovo en Galata waar eigenlijk gaat starten. De eerste zwemmers zijn er al met de bussen gebracht vanuit de stad en ze krijgen zo meteen instructie. En dan gaan ze met z'n allen tegelijkertijd eigenlijk starten. Wat wij hier ook wel zien zijn roeiboten die gaan zorgen voor de baanleider. Zodat de zwemmers die begeleiden de zwemmers. Precies, zodat ze weten waar ze naartoe kunnen zwemmen. Ja, want ze moeten uiteindelijk, als ik eventjes kijk, kan je het even aanwijzen waar ze uiteindelijk naartoe moeten zwemmen? Ja. Daar is een soort een witte bootje op dit moment te zien. Ja, daarachter is het ergens. De tweede boei waar ze eigenlijk wel moeten komen. Het is bijna 5 kilometer. Op een rechte lijn is 4,4, maar niemand zwemt rechte lijn. Nee. Dus het is bijna 5 kilometer eigenlijk waar ze naartoe moeten. Nou, de weercondities zijn voor zwemmers denk ik goed. Tot nu toe. Er staat redelijk veel wind, goed, hè? Maar de wind maakt er niet uit, hoorde ik net. Oh. De stroming is wel gunstig. En mij is het ook verteld dat als de stroming wel, de deelnemers in gevaar brengt, dat ze echt uit gaan halen. Ja, ja. Dus ze gaan geen risico nemen. Daarom zijn er met zoveel boten ook, zodat ze alle deelnemers uit kunnen halen. Dit is heel wat anders dan de city swim in de havens van Dordrecht. Hè. Daar is natuurlijk ook wel veel stroom, maar dit is echt open zee. Dit is, dat klopt inderdaad. Ja. Ik denk dat je het daar niet mee kunt vergelijken. Nee. Ja. Nou, de deelnemers die zijn dus aangevoerd daar, in de verte. Daar staan ze allemaal op een kluitje. En daar krijgen ze dus instructies aan welke regels ze zich moeten houden. En wij gaan het proberen te verslaan, het geheel. We gaan straks in een bootje, gaan we meevaren. Als het goed is, hopen dat we niet zeeziek worden. Nee, we gaan met de boot van de Rode Kruis. Gaan we met de boot van de Rode Kruis mee. Dus we hebben hulp bij ons. Maar jij hebt al een pilletje ingenomen, hè? Ik heb maatregelen genomen, ja, dat klopt. Nou, we gaan het afwachten. Ja, dat kan wel. Niet genoeg gaat gebeuren. Ja, heel spannend. Warming up, heb je die al achter de rug? Nog niet helemaal. Eerst nog even wat water. Ik moest me even insmeren met zonnebrandcreme, want de zon is teruggekomen. En met vaseline. Dat schijnt te helpen tegen schuurwonden van het zout. Dat heb ik mij laten adviseren door vrienden van de wandtijzwemmers en de Dordtse Renningsbrigade in Dordrecht. Dus ik volg het advies gewoon maar op. Even wat water, banaantje. Dan ga ik even met mijn armen draaien en dan moeten we er maar voor gaan. Hè? Jullie krijgen hier instructies of heb je die al gehad? We hebben ze voor een deel al gehad, we krijgen ze zo meteen ook nog. Er zijn gelukkig best wel wat Bulgaren om ons heen die vloeiend Engels spreken. We hebben zelfs een jongetje van 11 toegewezen gekregen, die is Bulgaars, maar die woont in Londen. Dus de organisatie heeft het echt perfect geregeld. En Niels is je persoonlijke coach, ja, hè, Niels? Ja, assistent. Ja. Ja. En gaat het lukken, denk je? Nienke kan het. Wat zijn de condities, de watercondities? Nou, op dit moment ziet het, het is zout, het golft een klein beetje. Er staat veel wind. Ja, ze verwachten dat de wind nog wat gaat draaien, dat hij uit het oosten gaat komen. Maar dat is waarschijnlijk pas vanaf 1:00 of 12:00. Moeten we deze maar in? Dus dat ziet er eigenlijk positief uit. Want tegen die tijd zijn de mensen al binnen. En, 12 uur moeten, 10 uur vertrekken zelfs, goed is ongeveer, rond 10 uur. Ja, ze hadden gezegd van we proberen de startprocedure zo snel mogelijk te doen. Dat we zo gunstig mogelijk condities hebben voor de zwemmers. Ja, de snelste zwemmer doet er ongeveer 3 kwartier over, heb ik me laten vertellen. Ja, vlinderslag meen ik. Dat is echt, dat is bovenhumaan bijna. De zwemt hier. Kan Maarten van der Weijden ook een puntje aan zuigen? Nou, ik denk dat hij goed op niveau zit hier. Want het is echt een onwijs sportief evenement. Участието може да бъде.
Василики, кадо блоку бритълка в маратона. Василики, честито. Как беше? Страхотно преживяване. Честито още веднъж. Василики, кадо блоку брител сред жените в маратона. Нou, Marina, we hebben hier twee winnaars staan. Hè? De eerste man en de eerste vrouw. Kan je ze even laten voorstellen? Wie zijn ze? Ja. Ze zijn представители, като поисте. Да, давай помните. Аз съм Василики Кадого, на 16 години, от Варна. Не ти чухаме те хубаво, извинявай. Василики Кадого. Ze heet Vasilike Kadogu, uit Varna, 16 jaar oud. 16 jaar. En de heer? De mannen? Казвам се Георги, от Варна съм Георги Цурев, на 18 години и тренирам в Астери. Георги Цурев, ook hier vanuit Варна, 18 jaar oud. En hebben ze een goede tijd neergezet? Аз мисля, че чух за 49 минути, но не съм сигурен, все още не съм разбрал. Ze weten nog steeds niet de exacte tijd, maar ze vermoeden rond de 49 minuten. Nou, dat is een fantastische tijd. Ze zijn eerste geworden. En weten ze nu ook dat ze uitgenodigd zijn om de City Swim in Dordrecht mee te gaan maken 31 augustus? Wie is de eerste keer naar de marathon? Но знаете ли, че всъщност това ви квалифицира да дойдете в Дордрехт, да участвате в City Swim маратона на края на август месец? Ja, ze weten het en ze vinden het eigenlijk fantastisch. Ze vinden het heel spannend dat ze mogen komen. Ze weten dat ze zwemmen bij dezelfde club samen. Dus ze komen naar Dordrecht 31 augustus? Ja, ze komen zeker. Nou, dan zeg ik tot in Dordrecht. Така случай ще се видим там и отново ще говорим. Благодаря. И ви благодарим. Бедankt. Namens hun. Ja, kom ze eraan. Ja, we zijn al een tijdje op zoek naar een blauw zwemmutje, een City Swim zwemmuts. En we menen dat we er zien. Ik heb het idee dat zij het is. Nee, dat is er niet. Nee. Er zijn meer blauwe mutjes, hè? Er zijn altijd meer hondjes die Vicky heten, dat is zo. Maar het is echt een mega sportief evenement. Ja. En de deelnemers die zwemmen nu langzaam, maar zeker iedere keer komt er een stroompje binnen zwemmen. Want ja, er zit wel een tijdlimiet aan op een gegeven moment. Hè? Anderhalf uur na de finish van de eerste. Precies dat. 90 minuten na de finish van de eerste. De eerste hebben er 49 minuten over gedaan. Dus op een gegeven moment is de tijd op. En dan worden de mensen uit het water gehaald met roeibootjes. En met bootjes van de kustwacht. Op de pier treffen we Petar Stoytjev. Een beroemde Bulgaarse zwemmer die het evenement in Varna, maar ook de Dordtse City Swim, een warm hart toedraagt. Hij deed 4 keer mee aan de Olympische Spelen en won veel wereldkampioenschappen. Nu is hij de Bulgaarse minister van sport. You mentioned before in the conversation that I'm famous and when the famous people got the idea that they have to help the other one who are in need, that's why we come here with our faces, with our biography, as you said, and we want to make everyone involved to help and to protect those kind of people. That's why when it's events like the one I swam last year in Dordrecht, events like here in Varna, I'm always feeling need to be part of this event. And do you feel connected to a specific kind of charity? Well, there is many people of need, so I believe that we should be connected and try to help most of them. Zo, dat is het geld. Ja, dat is het. Probleem. Maar we zien het.
I don't speak Bulgarian. Bravo, sorry. Bravo. Also, we're gonna say a few words about our sponsors. Stop. Agropolychem is a Bulgarian chemical company located in Devnya. Here's the water for you, mate. It is the Ninka. Ja, vooral het laatste stukje. Ik heb heel rustig aangedaan het grootste gedeelte van de tijd. Heel veel schoolslag zwommen. Maar hier aan het laatste stukje dacht ik, nou dan moet ik toch wel meer borstkool gaan doen. En dat ging ook wel lekker, alleen de kwallendichtheid nam vlak voor het einde hier heel erg toe. Vooral dode kwallen, maar goed, heel veel kwallen. En in het allerlaatste stukje werd het water opeens een graad of 2, 3, 4 kouder. En ik heb vlak voordat ik hier aankwam, volgens mij een kwal onder mijn oksel gehad. Dus het was niet zo'n fijne finish, maar goed, ik ben er. Maar je hebt het gehaald. Ik heb het gehaald. Gefeliciteerd. Dankjewel. En ruim binnen de tijd hoor. Ja? O jee. Ik had geen flauw idee. Ik had het idee dat ik de achterste was, maar... Je hebt nog een dikke half uur over, dus ik kan nog even terug. En nou, dat hoeft niet. Eén keer is genoeg. Dankjewel. Wel dan. Gefeliciteerd. Peter, dankjewel. Jeetje. Helemaal gauw. Bijna 3000 euro binnen opgehaald. Ja, klopt. En het is het voorlopige eindbedrag. Het is nog niet het eindbedrag. Want we hebben van een aantal Bulgaren te horen gekregen dat ze nog geld willen overmaken. En Marina die helpt ook mee met een Bulgaarse rekening, waardoor mensen makkelijker geld kunnen overmaken. En die zegt dat er ook iedere dag nog geld binnenkomt. Dus ja, ik heb hoop dat het nog meer wordt. Maar ik vind dit al een heel mooi bedrag. Ben je nu al een beetje bijgekomen van je zwemprestatie? Ja, ik merk dat ik heel veel energie krijg van alle positieve reacties. En ik ben wel een beetje moe, maar ik ben vooral heel erg blij. Nou Marina, we zijn in het kinderthuis eindelijk beland. Hè? En wie heb je dan bij je staan daar? Ik heb hier Sevdelina, zij is de manager van het huis. Ja. Dit is een gezinswoning eigenlijk, dus ik zou niet te huis zoals hier zeggen, maar gezinswoning. En dat maakt deel van een van de 8 vergelijkbare huizen waar mensen met verschillende beperkingen wonen. Eigenlijk. Ja, zullen we eens een stukje even hier naar binnen lopen, want we zijn nu in de hal begonnen. En waar komen we nu terecht? Wat is dit voor ruimte? Het is inderdaad de woongedeelte en hier spelen de kinderen ook. Maar ik zie helemaal geen kinderen. Oké, dit is de tata. Waar zijn ze? De tata spit. Tosi just, dit spit. Op dit moment van de dag slapen ze eigenlijk. Het is nu het begin van de middag, dus precies. We zijn een middagdutje aan het doen. Precies, dus en alle kinderen slapen, eigenlijk alle kinderen in Bulgarije slapen 's middags. Oh, dat is wel gebruikelijk. Dat is heel gebruikelijk hier. Ja. En hoeveel kinderen wonen hier nu? Колко деца живеят тук? В нашата къща живеят 9 деца. 9 kindjes op dit moment. 9 kindjes. En in welke leeftijden? Между 7 и 14 години. De jongste is 7 jaar oud en de oudste 14. Децата са с множество увреждания. Част от тях имат детска церебрална парализа, има епилепсия, има зрителни увреждания, слухови, деца с генерализирани разстройства на развитието. Dordrecht is hier al eerder actief geweest met, er is nu natuurlijk geld ingezameld, bijna 3000 euro is er inmiddels opgehaald, maar er is al eerder geld gedoneerd voor het huis van de Dordrecht. Ja. Kun je eens aangeven wat daarmee gebeurd is? Dat klopt. We hebben eerder Bulgaars gekookt in Dordrecht en hebben mensen inderdaad gedoneerd. En het doel daarvan was eigenlijk om, wat u hier ziet, om een stukje van de keuken af te sluiten op een
degelijke manier waardoor nog steeds contact kan zijn tussen de verzorgers en de kinderen, maar de kinderen niet toegang hebben tot de keukenapparaten, zodat ze niet met deurtjes kunnen open en dichtgooien en hun verzorgers rustig hun maaltijden kunnen benaderen. Dus inderdaad, dit onderdeel van de afsluiting van de keuken is met Dordtgeld gebeurd. Jullie zijn nu in de tuin terechtgekomen en hier moet het geld besteed gaan worden, hè? Wat er opgehaald is met het zwemmen en de andere acties. We hebben een heel красива градина, за която се грижи екипа, но имаме нужда от навес и добра сянка, защото това е много важно за здравето на децата. Dat is echt voor bescherming tegen de zon, maar ook in de winter kan het bescherming bieden. Да, ами на първо четене е много важно. Лятото. Вече в зимния сезон също може да се ползва. Тук мястото е тихо, така че дори да вали сняг, пак може да си играем. Als dan straks dit verwezenlijkt is, zijn er nog meer wensen en verlangens die nog niet gerealiseerd kunnen worden vanwege toch geldproblemen, want dat is dan eenmaal zo ook in de gezondheidszorg. Винаги има какво да се направи за децата и за техния по-добър живот. Във времето изкачат нови идеи. За сега това ни е целта за постигане. Все още не съм мислила за следващото. Да, дете се ще душината, но проблем. По-скоро за екипа. Проблема с възможността да къпят децата. Извинявам се на Ан, защото това легло за рехабилитация, което ние ползваме като помощ. Там децата се обличат след баня и ги обгрижват колегите, но всъщност къпането става на тази подложка, която в действителност е подложка за преповиване на бебета. Ja, dat is, nee, dat is ook zeker voor hun verzorgers zeer zwaar om te doen. Maar de kinderen moeten op een veilige manier gewassen worden. Want ze zouden eventueel kunnen draaien. En dit hebben ze op dit moment wel bedacht. Maar het is voor de dames die voor hun zorgen heel zwaar om ze op te tillen. Voorzichtig op de grond, hierop en daarna weer daarop. En daarna weer naar hun rolstoel of verder naar hun slaapkamer toe. Dus dat is een volgend project. Dat zou geweldig zijn. Ja. Това може да е следващия проект, следващата идея. Ще бъда много щастлива, защото това е помощ на екипа. Wilt u een bijdrage leveren aan dit kinderthuis? Kijk dan op de site van de Stedenband Dordrecht-Varna. Daar vindt u ook meer informatie over de Dordtse Zitzwim, waar Nienke, Niels en hun Bulgaarse collega's op 31 augustus aan meedoen.